Enzo Cornelis, je verliest hier met 1-2 van OV Creta. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, toch met een minder gevoel, als ik eerlijk. Je controleert eigenlijk 90 minuten lang de wedstrijd. Nou, laat zich 85 minuten, ook tegen 10 man in de tweede helft. En door 5 slechte minuten verlies je vandaag. Ja, laten we bij het begin beginnen. De eerste 40 minuten is nog 11 tegen 11. Dat was een vrij evenwichtige wedstrijd. Vond jij dat ook? Of hoe heb jij dat gezien? Ja, nee, dat gevoel had ik ook. We creëerden de eerste helft niet super veel grote kansen, zij ook niet. Dus in dat geval was het wel 50-50. Al vond ik wel dat wij controle hadden, maar ik denk dat je dat wel kan zeggen. Nou, wat was het plan vooraf voor deze wedstrijd? Het plan is gewoon aan de bal wilden we dominant zijn. We wilden een beetje een flowende aanval hebben. En de laatste 20 minuten hebben we een paar mooie aanvallen gehad. Maar het was niet genoeg. Nou, hoe is dat dan? Je gaat met een plan de wedstrijd in, evenwichtig eerste deel. En dan komen ze met 10 man te staan. Wat gebeurt er dan op het veld? Ja, dan, tenminste als ik voor mezelf mag spreken, denk je van, dit gaat nu makkelijker, weet je. Nu gaan we eroverheen. Nu is het tijd om nog een stapje erbij te doen. En ik denk dat het niet helemaal gebeurde. Nee, want na rust vallen er eigenlijk 2 snelle tegengoals al. Binnen 5 minuten was het eigenlijk 2 keer raak. Wat was er aan de hand met Vitesse toen? Ja, ik weet niet. Ik denk gewoon even 5 minuten niet scherp, niet geconcentreerd. En nu in een testmatch kom je er nog mee weg. Het is niet goed dat je verliest nooit, maar in de Eredivisie kan dit gewoon niet. Dan brengt Nicolai Baarden-Frederiksen wel de spanning terug met een mooie vrije trap. Ja, zeker. Ja, dat was pure individuele klasse. En dat mag hij wel vaker doen. Ja, het was ook een beetje de aanzet voor wel een stormloop van Vitesse met veel kansen. Ja, je zag dat het geloof een beetje terugkeerde na die goal. En dat we wel flink aan het pushen waren, maar net niet genoeg. Ja, hoe is het dan dat dan net niet tot een resultaat leidt? Ja, niet leuk. Ik bedoel, je wil met een goed gevoel naar de laatste wedstrijd van de pre-season gaan. En dit helpt niet. Nou, voor veel spelers, waaronder jij, waren het de eerste 90 minuten van de voorbereiding. Hoe was dat? Hoe fit ben je? Ja, ik voel me fit. 90 minuten vandaag volgemaakt. En het is niet dat ik helemaal kapot ben. Dus ik voel me goed. Ja, vorig jaar niet elke wedstrijd gespeeld, wel behoorlijk wat minuten gemaakt. Maar dit seizoen in de voorbereiding veel al met de A-kern mee. Waar heb jij het gevoel dat je nu staat op dit moment? Ik heb het gevoel dat ik er goed op sta. Daar ben ik nog steeds hard voor aan het werken natuurlijk, deze voorbereiding. En ik zal me moeten blijven bewijzen, maar nu sta ik er goed op en ik ben van plan zo door te gaan. Nou, want even verder kijkend dan deze 1-2 nederlaag, staat hier wel een Enzo Cornelissen met vertrouwen? Ja, dat zeker.